Bij de familie Goris begint de ochtend in alle vroegte. Kelly heeft vandaag een belangrijke opdracht als model. Hij mag na 7 jaar huwelijk nog eens een bruidsjapon aantrekken. Kelly en ex-Miss België Ellen Petrie zijn namelijk gevraagd om een bruidscollectie van een beroemd modeontwerper te showen. Als Angie klaar is met haar plasje, kan ze vertrekken. Angel, kom naar binnen, schat. Heb je pisje gedaan? Ook zo beter. De fotoshoot vindt plaats in een kasteel in het West-Vlaamse Zulte. Ook Carmen en Jean-Marie hebben vandaag een drukke dag, want zo dadelijk krijgen zij de Franse televisie over de vloer. Papa? Ja? We vallen snel in de douche. Gaat de Gent dus ook in de douche, Piet? Dan ga je eruit komen. Dat is best. Kom mee, toch? Met lopen, hè? De mannen samen, hè? Want jij hebt toch Shell in je wagen van gisteren? Het is een plezante manneke. Hé? Goed. Dan gaat Bobon nu al. Gaat jij mee met mijn opa in een douche of met Bobon? Mijn opa. Ja, nog alleen mijn opa mee? Of met Bobon? Mijn opa, mijn opa. Hé, mijn opa, mijn opa. Mijn opa douche. Ja? Lekker. Wat is er? Ondertussen is Kelly in Zulte gearriveerd. Ruimschoots op tijd. Alles, hè. Een kasteel. Ik zou er nooit in kunnen wonen, zijn een kasteel. Veel te koud. En misschien een valley parking. Met dit zweet. De Franse reportageploeg heeft de weg naar Brasschaat vlotjes gevonden. Goedendag, bonjour. Bonjour. Oh, dat is Frans. Sylvie. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Bonjour. Hallo. Dag. Hallo. Zo. Oui, on va passer par là. Langs hier. Jean-Marie zit nog midden in een zakenbespreking en dus bekommert Carmen zich even over het internationaal gezelschap. Kan het in het Frans het interview of in het Nederlands? Doe maar Nederlands. Geen probleem, we kunnen het in beide talen. Dat is dan al Antwerps. Dus, voilà. Mijn Antwerps is wel niet zo goed, maar... Ik versta nu, het is goed, het is goed. Zie, dat ga je bij me verstaan. Morgen. Het is bitter koud in het kasteel. En Ellen Petrie laat op zich wachten. Ah, wel ja, graag. Dank u wel. Madame Petrie. Ze zit al 3 kwartier te lood. In Beveren heeft Lindsay een afspraak met één van Debbie's schoonheidsspecialistes. Ze wil een paar hinderlijke gerstkorreltjes onder haar ogen laten verwijderen. Waar is ze? Hallo. Hallo. Alles goed? Ja, zo. Maar, gemakske. Laat ik me al zitten? Ja. En ziet het zitten? Ja, ik ben blij dat het eindelijk het goed. En hoe komt dat je dat dan aan deze oog alleen hebt en niet aan deze oog ook? Omdat daar waarschijnlijk je huid iets minder dun is dan aan de andere kant. Ah, oké. Ik ga dat wel even voelen, hè? Ja, dat heb ik al goed. Van wie? Van ons Debbie. Kiekeboe. Jean-Marie is eindelijk klaar voor het interview. Hallo, hallo. Leg dat eens terug weg, kom. Kijk, Jan. Hier, kijk. Ik heb van Bob de Bouwer een gekregen. Bob de Bouwer. En jij? Oei, is het me kapot? Hallo, dag Ellen. Daar bent u ergens. Gaat het opsteken? Het gaat een vol stuk inzetten, dus gaat hij een bol hebben. Mm-hmm. Ja. Ga hier strak blijven. Het gaat gewoon in die bol gevouwd worden. Het gaat alleen een accessoire inzetten. De scheiding tussen de bol en trui. Als die Ellen Petrie hier niet op tijd is, dan krijgt ze op haar een donder van mij. Hij doet dat verkeerd, Tuip. Het is allemaal de bomzen op de Bouwermeitertje. Ja, nog, je doet dat verkeerd open, maar die opa die weet dat toch en toch geeft hem het u. Zo niet. Zo niet. Zo moeten dat open doen. Zo, dat is een vouwmeter. Zo. Ik mag daar niet mee lachen, hè. Dat mag niet, hè. Dat is mijn spuit, mijn spuitje.
Oei. Oh, ik heb een ekel aan spuiten. Dat laat hier maar vastpakken, die stoel. Mag ik er gewoon in nijpen? Maar je gaat dat sowieso voelen. Niet zeggen dat je dat niet voelt, want je voelt dat wel. Dat is al eentje? Dat is al eentje. Oh, dat valt nog goed mee. Dat valt mee, hè? Dat valt goed mee. Na lang zoeken heeft Ellen Petrie dan toch de weg naar het kasteel gevonden. Ja, ik ga wel. Waar zit hij? Is ze daar? Elle est arrivée? Ja, zeg. Hey, normaal denk ik, ik alles, maar ik heb daar... En dan moest ik nog terugrijden. Wie was ik aan het telefoneren? Met Sylvie. En dan moest ik nog helemaal uit de richting. Misschien. Ja? Ja. Goed. Alles bon. Jij gaat de vragen stellen in het Vlaams tegen mij. Het is dus moeilijk. Ze kan het in het Frans stellen, dan kan ik het vertalen of wel ook de vraag in het Nederlands. Als jij me op voorhand zegt wat ze gaat vragen, die is voor als ze de vraag stelt in het Frans. Jij zegt ze me op voorhand in het Vlaams, dan kan ik het in het Vlaams antwoorden en jij zegt het in het Frans. Want ik ken dat niet Frans, hè. Ah, oké, geen probleem. Ik kan het ook direct in het Frans doen, hè. Het is als je wilt. Nee, in het Vlaams, hè. Ik kan het ook direct in het Vlaams. Dat is beter, hè. Oké. Tu d'abord dis la question en français, après je traduis. D'accord, pas de problème. Is het al klaar? Ja. Allee, fantastisch gewoon. Dan heb ik dus 2 dagen van wakker gelegen, hè. En nou dat dat zo'n doorslag. En dat doet niks. Voilà, zo. Merci. Zeg, maar dat kan wel zijn dat hij nu wat blauw gaat zien, hè? Dat kan. Maar het zou mij verwonderen, maar het kan. Het is toch wel zin dat je zus zo'n schoonheidssalon heeft. Ja, hè? Ik vind dat heel gemakkelijk. Ellen heeft straks nog een andere afspraak. Maar dat geldt ook voor Kelly. Hij mocht ook niet later. Nee, ik moet ook terug. Ja, maar jij bent later toegekomen. Ja, oké. Okay. Dus ik heb ik het privilege. Jij mocht voor, maar ik ga gewoon ook heel snel doorwerken, want ik moet echt wel op tijd. Als het goed is, is het geen probleem. Terug. Wat gaan we daarmee doen, Kelly? Hè? Gaan we dat toelaten? Hè? Wat gaan we dat toelaten? Ik ben egoïstisch vandaag. Doe maar, ik ook. Allee. Hè? Begint toe, hè? Oké, Anniva. Jean-Marie is helemaal klaar voor zijn interview. De journalisten zijn benieuwd naar zijn televisiesucces. Ja, zoals wij zijn en zoals wij leven, en ze mogen dat gerust zien. Bekende mensen zijn heel eenvoudig en zijn gelukkig. Dat zijn de mensen gelukkig maken. Keanu! Keanu kon in de hoek zitten. Stop even. C'est la vie, hè. Lindsay's kerstkorreltjes zijn weg, maar ook voor haar andere kwaaltjes heeft de schoonheidsspecialiste een oplossing. En wat is dat dan met die kaars? Dus die kaars, ofwel een oorkaars wordt in het oor gestoken, of een lichaamskaars wordt op een plaats gezet waar dat jij last hebt. En die kaars die trekt schoorsteen. Hier heb ik pijn. Onder last? Hier, zo, mijn maag, mijn darmen zo. Kunnen we dat daar eens doen? Ja? Is goed. Kom hier. Nee. Kom hier, opa. Kom hier, kom. Mensen moeten een interview pakken, mijn opa. Deug niet. C'est la vie, hè, madame. Dat is het leven, hè. Nee. Ik kom bij u op paard zitten, kom. Nee. Kom hier op paard zitten. Opa, kom hier op paard zitten. Nee. Allee, is goed? Ja. Opa. Liam. Oh nee, dat is Keanu, hè. Nee. Kom, paard is moe. Je moet hem water geven. Je moet hem water gaan halen, vooruit. Houd hem water. Hij heeft dorst. Paas heeft dorst. Is er iemand die dat ziet zitten aan buiten? Ellen zit dat zitten. Die doet dat graag. Kan je die dat zetten dan je even een pose of zeg je nee? Nee, dan moet ik dan op zitten zeggen. Ga de ballen blijven. Hè? Je kaars riep je toch niet af, zeker? Oei. Oei, dan begint dat broer. Ze ziet hem met dat lawaai. Het paardje water geven, hè. Oh, mooi voorten, hè. C'est la vie, hè.
Hier is geen scenario, hè. Het is het leven zoals het is. Dan zou dat weg moeten zijn, die maagpijn en zo. Ja. En hoe komt het dan dat dat zo speciaal is? Omdat, dus dat is een holle buis. Dat is niet medisch, maar dat is puur fysica. En dat trekt eigenlijk een schoorsteen. Dus dat trekt alle negatieve stoffen uit je lichaam. Dat brengt alles naar één punt. En dat trekt gewoon alles naar boven. En dat ga je straks ook zien. Je gaat straks echt een substantie in die kaars zien liggen. En dat is niet van die linnen, want linnen geeft geen as af. Ik voel mijn buik gewoon grommen. Ja, gaat ook straks... Het is niet van de honger, hè? Het is amper 6 graden buiten. Toch vinden de opnames straks plaats in open lucht. Maar voor een beetje nostalgie heeft Kelly veel over. Oui, c'est formidable, mon chéri. Mais vous savez parler français, alors? Ik zou het zo graag willen doen. Echt waar, mensen. Ik zou echt, als echt mijn nieuwjaarswens voor 2007, ik zou eens in 2007 ik graag willen 3-4 maanden echt mij erachter zitten voor Frans te leren. Oké. Okay. Ik ga het even... Nu chocolade. Zalig. Dat is ook helemaal lekker warm. Ja, binnen. Dat straalt zo in één keer uit. Zo. Ik voel dat toch goed, hè? Kijk, hè. Allee, goed, hè? Allee, het is toch met een magpijn nu voorbij. Dat had u weten te zeggen. Ja, hè. Ellen, kom eens in deur gaan staan. Ik zie hoe lang dat je zegt. Ja, het is oké. Ja, maar ja, veel helpt dat ook niet, hè? Ja, waar? Toch uit. Weet jullie exact wat we gaan doen? Weet exact wat we gaan doen? Zie hoe ziek dat jullie is aangekleed. Pak de vest mee naar buiten en vanaf dat we actie roepen, vest uit, even wandelen, kut, vest aan, dik sharpen. 6 graden is dat buiten. Voor Jean-Marie zit het interview erop. Ja, ja. Allez, bon. Bon. Merci. Merci beaucoup. Mag je mon grand-père. Oui, oui, je sais. Et alors, vous êtes le seul qui parle français depuis tout petit? Ma grand-mère, c'est une Française. Ah, ben voilà. C'est pratique. Et sa fille, elle habite à Toulin, à Wallonie. Sa dochter woont in Mons, hein? Ja. Il est sentimental, hein? Kom, dames. Een chauffage. Ik zie hier een chauffage, ja? Tuurlijk, dat. Man. Oh, dit. Mijn rug is los. Ja. Begint niet, hè? Begint niet, hè? Het spijt me zo, man. Aangezien Kelly de hele dag moet werken, staat Sam er helemaal alleen voor in het huishouden. Maar pissen niet in de melk, kloppen, hè? Schoen gered met tijd, hè. Ik ben meteen gaan zitten. Ja, boys. Ik denk wel af ze mij. Home alone. Ik pas hem met mijn ogen, heb ik. Hoeveel shotjes moeten doen? Weinig. Het zal heel snel gaan. Is goed? Dat is een antwoord, hè. Weinig. Ja. Mag je de groebelen? Ja, wat gaat het doen? Hè? Mag je de groebelen? Wat stop ik? Ik ben ik al getrouwd, hè. Het is wat, hè? Ja, het is wat scheef, hè? Het is wat scheef. Ja. Oké. Okay. Jens, klaar? 3, 2, 1 en actie. Kom maar heel traag. Babbelt wel. Klein beetje dichter bij elkaar. Dat is goed. Oké. Okay. Schoon. Een vriend gaan we binnen, zo. Sam krijgt de oven maar niet op de gepaste temperatuur. Tijd om een hulplijn te bellen. Ik
vrij dat ik hem moeten binnenspelen. Hoe lekker hem hier nou insteekt, zei. Het zou wel goed zijn, zeker. En kut. Jullie mogen daar heel eventjes wachten. Aan de andere kant moet ik nog een kloosje pakken en mijn Pinkton up van aan de deur. Ik zit eronder steken. Oh! Leuk. Hello, Ellen. Long time no see. Vodka op trek, hè? Vodka op trek, hè? Oh, oh, wij zo niet op beeld, alsjeblieft. Pas ja, ik weet het wel. Wij promoten het lesbische huwelijk. Ik twijfel dat dat spelje met die sterpjes verkeerd staat. En ik twijfel of dat ik dat wel goed gedaan heb met die direct in te steken. Als ze maar warm is, hè. En als ze niet te knabbelen valt, als ze te plat is, dan zagen we hem ook met een ritje, hè. Maar eten zullen we. Met dat probleem. Ik voel dat dat goed komt. Ik zie dat dat goed komt. Carmen heeft vanavond voor de kleinkinderen gekookt. Nu moeten zij hun steentje bijdragen. Allee. Knul de tafel eens opruimen, Kjana, valt niet. Tafel opruimen. Hij is groot genoeg. Hij is 3 jaar. Oh ja, dan mag je hem klimmen. Iedereen die 2 jaar is van mijn dag. Ik zal die 2 jaar, want ik ben kooit dan. Ja, wel, maar hij kan ook vallen, hè. Sam is er dan toch in geslaagd om de oven aan de praat te krijgen. De helpdesk belt dus net te laat. Dag, liefke. Ja, ik had u zo straks gebeld. Ja, nee, ik was pizza aan het maken. En ik wist niet op dat ik de juiste graden en een ding is, had ingesteld, de oven. Maar het is gelukt. Heb je gekeken op de actie? Ja, ik heb gekeken op de doos, maar ik wist niet de stand van de streppetjes. Met die golfjes aan, alleen met die droogjes, snap je, of de 2 platte streppetjes. Ja. Laten we dat toch eens doen. Ja, nou, ze brave man. Kom. Ja. Wat is op een goede keeper was, hè? Oh, wat dat. Kijk, kijk eens, opa gaat die schogelen. Kijk, hè? Kijk, hè? Blauwe. Jean-Marie is volgende week jarig. Lindsay wil hem op een originele manier verrassen. En heeft de website van de Pfafs in een nieuw kleedje gestoken. Ah, dat werk zeg. 2 volle dagen. Maar voor de afwerking heeft ze professionele hulp ingeroepen. Oei, ik kan dat hier wat over. Het is zo leeg. Dus deze gaan we even aanpassen. Oké, okay, dus welkom op onze... nieuwe website. Wacht, anders zetten we er... Want we hebben het nieuws tot dat al, hè, onze nieuwe website. Welkom op de... officiële site. Ja, dat is perfect. Officiële website. Website van de familie. Faf. Faf. Punt. Tot straks, liefke. Tot straks, liefke. Die sfeer op mij, jongen, met een pizza. Ik hoor dat, ze wil dat niet zeggen, hè. Ze wil dat niet toegeven, hè. Nee, Sam, ik ben fier op u. Maar ik weet dat wel. Ik weet, ik voel dat gewoon. Dat hij wild wordt, dat hij weet dat ik zelfstandig pizza heb gemokt. Voilà, en dan save. Oké. Nu gaan we even checken of dat online is, hier. Gaan we die direct bekijken. Ja, voilà. Ongelooflijk, is aangepast. Schitterend, hè? Amai, 2 zware dagen werk, maar het zal wel heel blij zijn. Nee. Hier op. Allee, Kiano, stop daarmee. Niet gooien met vrouw. Niet eten worden, hè. Hier opbrengen. Nee. 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 Hé, hey, roept ze een sneeuw. Snel, doe die. Oh, my. Mannetjes, we gaan vandaag vroeg slapen. Nu de website eindelijk af is, moet Lindsay hem nog feestelijk zien te verpakken. En ook daar heeft ze iets op gevonden. Plankbaan. Wat is dat hier, plankbaan? In een scheer. Ja,
inpakken is nooit mijn sterkste vak geweest. Man, 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 man. Voilà. Na de fotoshoot heeft Kelly nog een zware avond voor de boeg. Ze is de special guest op een défilé van de bekende Nederlandse modeontwerper Adi van den Krommenakker in Hilversum. Ik ben hier voor een fitting met Adi. Voorbij het gordijn, zoals er aan de richting komt. Daar is de ingang. Oké, dankjewel. Ook Shamari bevindt zich in Nederland. Hij moet een feestje van een bevriend zakenpartner opluisteren. Ah, joh, is het hier te doen? Is het hier te doen, mijn vriend? Ik ben toch godverdorie. Alles vriend? Alles goed? Alles goed. Ben je over juist op tijd, hè? Ja, hey, top. Is hier de parking voorzien, hier? Ja, zeker. Kom maar, kloep. Ja. Laat hem ook stappen. Ook hier wordt Shamari omringd door zijn vele fans. Dag vriendetjes, hoe is het? Ik heb je al gezien bij Nederland. Ja, wanneer? Ik heb bij je gescoord. Ja. Met je op de foto. Ja. Thomas. Jij bent van alle opkwam. En de beelden hier. Kom maar, wie moet daar? Ja, op je knopje duwen, tot of net. Ja. Dat zijn kostuums. Ik denk nou niet dat we met plannen op ons schattig moeten doen. Ik ga dat podium dat ik denk dat we nog één verder moesten. Wat kan ik ergens? Adi, als die er is, zit ik boven in de kantine. Waar is de kantine? Hoe moeten we naartoe gaan? Loopt het poortje onderdoor. Gaat u linksaf door de klapdeuren. Loopt het, tegen het einde komt hij aan de linkerkant trap op. Dan gaat de trap omhoog en dan zit het links. Oké. Hoe? Dank u wel. Succes. In het clublokaal van Jean-Marie's zakenpartner wacht hem een warm onthaal. Ook de regionale pers is aanwezig. Dag mevrouwtje, hoe is het? Ik volg jouw uitzendingen. Oh, hey. Joh, zo wel. Gisteren. Kom eens hier. Dat is een echte Belg. Snoepertje, snoepertje. Ja, dat is een echte Belg. Hey, hoe is het? Ben je naar de kapper, ben je naar de kapper geweest? Hoe is het, jongen? Je bent een toeg, hè? Sam heeft vanavond een optreden in het Limburgse Sint-Truiden. Zijn manager Valère is al ter plaatse. Goedenavond. Valère. Wat blijf je me nou aan? Veel gaat maat. Wommelgem tot ranst. Ik heb loop. Hè. Ik heb een pizza gegeten. Met look. Dat kan, ik weet niet als we een van een deepvriezer. Ja, loop. Daar, Valasse, kijk eens. Ah, ja, soms. Hallo. Ik heb hier alles welkom, al afgezocht naar u. Ja. Ik denk, och, waar is ze? Oh, want ik dacht al, je wordt daar opgevangen, maar... Nee. Dus we hebben... Ja. Het is hier wel groot en spectaculair. Ja, het is groot, hè. Heb je de zaal gezien? Ja, hè? Mooi. Ja. Je moet je handjes op de rug, hè, voor de reclame, hè. Daar ziet de sponsor dat van jou, hè. Mooi lachen die, hè. Oké? Nee. Ik wil nog iets geven. Moet ik dat meenemen? Moet ik Kelly en Sanaya meenemen? Als ik moe ben, ben ik liever thuis. Zit u liever thuis of treedt u liever op? Ik treed heel graag op en als ik moe ben, ben ik liever thuis. Maar ik ben moe geboren, dat weet je nog niet, hè? Dus je bent altijd moe, hè? Sam is maar net op tijd en heeft amper een kwartier om zich om te kleden en mentaal voor te bereiden. Hebt u een koffieke? Een koffieke heb ik ook. En wel voor mij een koffieke graag. Hé, Sam. Hé, ja. Hoe gaat het alweer gelapt? Concert van Sam Goris met Gordon Finest Gold. Ja, daar ben ik het niet zomaar mee eens, hè, manneke. Allee. Die halen sponsoring binnen op uw naam met hun bier te promoten. Kelly is vanavond top of the bill. Hij mag het pronkstuk van de collectie showen. Oh, no, no, no. Het is zo. Oh, naar waar gingen die borsten? Past allemaal perfect. Nou, dit is echt een Oscar-dress. Ja. Ja. Maar hij heeft crinoline nodig. Jij denkt, wat is in godsnaam crinoline, denk jij, Kelly, of niet? Nee, ik heb zoiets van... Zalde. Ik laat u maar doen. Ja, dank je.
gezegd, ik wil Sam hebben. Sam hebben, die dag. En daar hebben zij voor gezorgd via artiestenbureau Diablo. Diablo in Brussel. Ja, de duivel, ja, onbekend. Maar dat heeft er gewoon mee te maken. Dat is zijn naam gebruiken. Dat is product placement, ja, ja. Noemt men dat. Ja, ja. En dat is hun bier promoten op naam van Sam Goris. Zonder hem te herkennen, zal ik zeggen. Zonder dat wij daar iets van weten. Zonder dat daar, ja. Maar nu gaan wij dat op u verhalen en wij gaan bij u een jaar van dat smerig bier komen drinken. Jean-Marie El Simpatico wordt u genoemd. Ja, uw binnenkomst, dat is het teken ervan dat u de sympathiekste man bent, hè? Ja, dat is ook niet van vandaag op morgen gebeurd, hè. Dit sympathie, dat is ook na Mexico 86. Maar in ieder geval, ik heb altijd... ik weet van waar ik gekomen ben. En ik ben er nooit niet vergeten. En ja, zo'n ontvangst wat je zelf gezien hebt, wat je zelf zegt... is natuurlijk een groot plezier natuurlijk. Zeker met mijn vriend Jo Bremen. Wat heeft u met Jo Bremen? Ja, Jo is een vriend die ik onverwachts leren kennen heb. En ik ben er heel gelukkig mee. Waarom? Hij is een mens van zijn woord. En ja, het is een man die ook het leven met lachen ziet. Wat is ons? Dames en heren, geeft u een fantastisch applaus. Een warme, staande ovatie voor niemand minder dan Sam Goris. Op de winst, Sam. Hoega! Er zijn heel veel goede mensen met een groot hart. Maar het is juist het probleem dat ze van een goede naar slechte maken. En als die slecht worden, is het gevaar van de maatschappij nog groter. En ik zou toch liefst hebben dat er toch geen toeristische aanslagen meer zijn. Zo'n veel onschuldige mensen en allemaal, en die oorlogen en allemaal. Ik vind het altijd spijt. En dictatoren die bestaan hebben. Maar dan ook die machtsmisbruik vind ik rampzalig voor de gemeenschap. Ik vind, men moet gelukkig zijn, maar zie ook het geluk van een ander ook eens tegemoet. Dat die ook eens wat die niet hebben, niet, dat die ook dat kunnen hebben wat wij hebben. In Hilversum stroomt de beau monde toe. Ontwerper van de Krommenakker is een begrip bij onze Noorderburen. Maar de absolute ster vanavond is Kelly Plaf. Kijk, het is een plastic kant volgens mij. Nee. Zie ik meer plastic? Oh, alle twee kanten. Nee, maar deze kant. Nee, dit is ergens inderdaad. Dat is goed. Sorry. U krijgt vanavond meer dan 100 nieuwe creaties van Ali te zien. Geshowd door internationale modellen en... ja, mevrouw Pfaff uit België, die loopt ook mee. Dat is ook geweldig. Hallo. Ja, dames en heren. Van harte welkom vanavond in deze gelegenheid. We hebben Jean-Marie, een van mijn beter vrienden, vanavond bereid gevonden... voor hier vanavond naar alles weer te komen, Jean-Marie. Dankjewel. Dankjewel, Jo. Ik ben vereerd dat Jo zegt tegen mij, een van mijn betere vrienden. Dus ik moet nog een beste vriend worden, hè, Jo. In Hilversum kan de modeshow eindelijk beginnen. Maar Kelly heeft nog een technisch probleem. Ah, deze klopt niet, deze klopt niet. Oké, dit is vast. Dat is het verschil. Sorry. Ah, dankjewel. En daar ben ik heel vereerd op. En ik beloof jullie dat ik nog één keer iets zal doen voor de club, gratis. En dat zal ik aan Jo beloven, aan de voorzitter. Dan zal ik nog eens een keepersdemonstratie geven hier, met de jeugd hier. In ieder geval bedankt voor de ontvangst hier, bedankt voor de drank. Ik heb nog niet moeten betalen, dus ik ben schoen. Ja, mijn moeder was een halve Hollandse, hè. Dus mijn moeder is van Loon op Zand. Dus ik ben ook een halve Nederlander. Hè. Midden in zijn optreden maakt Sam nog eens tijd voor een grapje. Een paar weken geleden was ik weer op de Lappen geweest met wat kameraden van mij. Op stap geweest en weer als morgens. Goed gedronken, heel goed gedronken. En mijn vrouwke zei s'morgens, alleen voor haar namiddags, voor mij s'morgens, zei ze, Goris, gezegd, ze nu is genoeg geweest. Zeg wat, liefke. Liefke, liefke, liefke. Niks, liefke. Zatlap.
Allee, ja, wat is er nu? Ja, maar ja, dat is allemaal plezant, zegt ze. Jij met je vrienden, op stap gaan, drinken, zat zijn. Hè? En ik zit hier thuis met die twee kleine schaapjes, Kenji en Shania, helemaal alleen. Tof is iets anders. Wel, je gaat er iets aan moeten laten doen, oftewel zet ik een punt achter mijn huwelijk. Wel, 3 weken heb ik hier in Tienen gezeten, ze bij de AA-club. Want ik heb gekozen voor mijn gezin. Voor Sam zit het optreden erop. Althans, dat denkt hij. Sam, heb je nog 2 seconden? Ben ik een zaak voor u? En ik heb een klein presentje voor jullie twee. Mensen, op mens, leuk aan het komen. Sam, voor u vanavond. Dank voor de gastvrijheid. Kameraadske, vriendelijk bedankt. Heel bedankt, proficiat. Heel bedankt. Amai. Lekker. Het is wel geen limonade, hè? Nee, die van ons gaat dat zeker lijken. Ah, Kelly. Ja, die lust graag wijn. Dank u. Wow, we hebben een fijne afzeggen. Bedankt. Bedankt voor de rest. Fantastisch. Dank je wel. Even zoenen, hoor. Ja, dat was geweldig. De modeshow zit erop, maar straks moet Kelly als eregasten nog schitteren op de receptie. En aan het eind zo'n ding. Die maakte hem. Super. Voor Sam terug naar huis vertrekt, maakt hij nog even tijd voor zijn fans. Zeer cool. Hé, ja. Zit de goede vast? Ja, ja. Zo kan ik al zeker geen kou hebben, zeg. Nee. Maar ja, dicht tegen mij aan. Ja. En alles goed voor de rest? Goed. Haha, ja, zle. Zeg ze leuke, zeg goed. Dag hé. Tada. En ook voor Jean-Marie is het tijd om terug naar Brasschaat te keren. Dag hé. Tot ziens, Sam. Hey, Jean-Marie. Hey, goed thuis, Sam. Ja, dank u wel. Hallo, hè. Dag, jongen. Tot ziens, hè. Volgende week in het Pfaffs. Hey, mooi gedaan, hè? En doe dat ogen toe. En ogen toe. En wat zeggen we nu aan mijn opa? Opa? Mocht het niet hard gewoon, want dat ik hier altijd zo'n ozen moet gaan zitten doen, dat hem zijn patatten anders niet wilde opgeven. Roodkapje! Ga ik kennen me niet, wel? Nee. Jawel. Wie zit ik dan? Ik versta dat niet. Jij bent een bompa. Zeg je bompa? Ja. Dus nog hier een bompa. Dat weet ik.